Een zeer, zeer goede donderdagnamiddag. Mijn naam is Ella Michiels en ik wil dit concert graag openen met een gedicht van Johann Sebastian Steur. Pandemieën overleven, dat is het liefste wat ik doe. Naast de plantjes water geven, maar dat doet er nu niet toe. Hartelijk welkom op dit concert live vanuit Dommelhof. Wij zijn klaar voor iets heel fijns, want dit wordt een interactief concert. We zijn overduidelijk pandemieën aan het overleven, dat is voor iedereen duidelijk. Ook gisteren weer met die nieuwe aangekondigde paaspauze. Meer dan ooit is het een realiteit waaruit we af en toe graag eens ontsnappen en het Nadar Ensemble gaat u daar vandaag heel goed bij helpen. Dat gebeurt allemaal tijdens dit digitale concert, maar daarom zal het niet minder binnenkomen. 7 muzikanten, 1 dirigent en 1 geluidsman, dat is het Nadar Ensemble. En zij staan klaar om Point Ones van Alexander Schubert voor u te brengen. Ik kan daar nog niet veel over verklappen, want dat zou uw ervaring misschien beïnvloeden. Ik kan u wel vertellen dat het een hedendaags werk is en dat Alexander Schubert, de componist zelf, op dit moment niet live kan meekijken, omdat de man bij de tandarts zit. Zo ziet u maar dat ook componisten heel gewone mensen zijn. U bent een kijker, u ziet ons, maar wij zien u ook, dit concert. Het is dan ook heel fijn als u uw camera aanzet of aanlaat, zodat wij uw reacties kunnen zien. Straks, na het werk, gaan wij met u in gesprek en kunt u alles vragen aan de muzikanten wat u maar wilt. Over het stuk, over de muziek of over andere dingen. Daar kan u alvast over nadenken. Dus nog 1 dingetje. Laat uw microfoon gemute, tenzij u straks iets wil vragen. Hou u straks niet in met de vragen en opmerkingen, maar laat vooral eerst dit bijzondere stuk over u heen komen. Ik wens er u bijzonder veel plezier mee. Point Ones van Alexander Schubert door het Nadar Ensemble. Tot straks.
Thank you.
Dank u wel voor uw enthousiasme. Terecht ook voor dit stuk. Zometeen gaan wij in gesprek met de muzikanten. Ze zijn nog volop hun in-ears aan het insteken, zodat zij jullie ook kunnen horen thuis. Het is eigenlijk eenvoudig, als u een vraag heeft voor een van de muzikanten of voor de dirigent of wat dan ook, dan mag u dat aangeven en dan ga ik die stellen. Is er iemand die al een eerste vraag wil stellen of wil delen hoe je je voelde tijdens het beluisteren van dit stuk? Ik ga mij ondertussen al even tussen de muzikanten zetten. Een heleboel mensen die nog onder de indruk zijn, terecht. Maar mag ik misschien direct beginnen bij jou, Thomas? Want ja, ik ga jou eerst laten drinken. Het is heel intensief, hè, wat jij doet. Want dit lijkt een totaal onvoorspelbaar stuk. Hoe ervaar jij dat om te dirigeren? Ondertussen, ja, is het... Blijft het een beetje onvoorstelbaar, zeker, want je hebt het risico van de live ensemble, je hebt het risico ook van de live electronics, zeker. En zeker de electronics zijn risicovoller dan deze fantastische muzikanten. Hoe ervaar ik het? Ja, het is zeker het is een grote uitdaging, want vaak als dirigent kan je, of als muzikant, kan je af en toe zo een stap achter nemen en luisteren echt naar iedereen. Mm-hmm. Maar nu ben ik bezig met zowel wat er gebeurt met het ensemble als met de live electronics. Yeah. En zo, ik voel alsof dat ik één been in één wereld heb en een andere been in het andere. Yeah. Dus dat is altijd heel spannend. Ja, dat leek mij spannend, want je hebt wel een partituur, maar die is niet opgebouwd zoals een klassieke partituur, neem ik aan. Nee, inderdaad. Ik heb niet alleen alle partijen van alle muzikanten erbij, maar ik heb ook twee bijzondere regels voor mij alleen, die in soort van choreografie zijn voor de dirigent. Ja, er is een bijzonder deel voor de drum, Yves. Ik zie jou ook voortdurend wisselen tussen drumsticks en stokjes. En, hoe is dat om zo'n energiek stuk te mogen spelen? Zeker. Nu, na al die tijd, is dat fantastisch natuurlijk. Om een keer volledig te kunnen geven. Ja. Superleuk omdat je ook mocht improviseren en zo. Dus kunt je volledig laten gaan. Ja, dat zag ik, dat gebeurde. Daar was ik blij om ook om te zien. Pieter, hoe anders is dat nu voor jullie om hier te staan in een digitaal concert ten opzichte van een live publiek? Ja, eerst en vooral is ons publiek nu gereduceerd tot een tweedimensionaal beeld. Dus dat is al het eerste grote verschil. Mm. En dan ten tweede, ik denk een beetje zoals Yves, die normaal gezien nu aan zijn huis aan het verbouwen is, kan hij nu al zijn energie nog eens in muziek kwijt in plaats van in zijn tuin te werken. Dus dat is denk ik nog het grootste verschil. Ja, dus dat energie eruit kan eigenlijk. Jullie zijn, heb ik begrepen, al een hele tijd, Dries, aan het uitstellen en aan het uitstellen. Terwijl de titel van dit concert of van dit concept Toekomst en Perspectief was. Hoe zie jij de toekomst en het perspectief voor de muziek? Ja, heel goed eigenlijk. Ik denk in deze periode dat het juist leuk is dat we ook eens andere dingen kunnen doen, zoals opnames, streamings, andere media leren kennen. En alles komt terug goed, denk ik. Snel. Dat is een hoopvolle boodschap en ik denk dat we die nodig hebben. Dank u wel. Winnie, at some point, the musicians have to pretend they're playing. You're like, some part of you is a musician and then some part of you is suddenly an actor. How do you experience that or how is that to do? I think we are all bodies of expression. And so mm-hmm. we try to express with all the different materials we have. And very luckily with this piece, that includes our dramatic expression, mm-hmm. our bodies, and not just with the instruments that we are trained for. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, I enjoyed watching it, actually. I enjoyed playing. Oké. ondertussen geef ik graag mee dat als er vragen zijn of als jullie opmerkingen hebben over het stuk, want het is natuurlijk iets bijzonders wat u gezien heeft, dan mag u zwaaien naar de camera en dan komt het er gewoon bij. Zijn er vragen in de chat ondertussen? Want er is een vraag uit de chat, die kom even wat dichterbij. Is Chris Matijnsen, die vraagt, is alles uitgeschreven of is het improvisatie? Elisa, ik ga naar jou kijken.
ja, het meeste is denk ik hier uitgeschreven, maar er wordt natuurlijk, ja, het is heel strikt, misschien zelfs niet zo strikt. Er zijn maten. Hè? En binnen de maten zelf zijn er soms, ja, de meeste zijn uitgeschreven noten. Hè? Maar ja, af en toe zijn er ook gewoon aanwijzingen, zoals Winnie komt te zeggen. En dan is er inderdaad, zijn er ook af en toe gewoon solo's die je zelf mocht invullen. Ja. Zoals de bekende, beroemde solo ondertussen van Yves. Ja, die ga ik niet snel vergeten. Nee. Ja. Het stuk speelt ook met die onvoorspelbaarheid. Hè. Dus voor ons ook echt aanpassen als muzikant. Mogen af en toe vertrouwen op de dirigent, maar dan ook af en toe ook niet. Mm-hmm. Hè. Dus sommige tekens mogen we niet interpreteren, mogen we niet op afgaan. Dus het is echt, in dat opzicht is het wel even studiewerk. Ja, en concentratie erbij houden ook. Ja, want ja. Het kan lijken alsof jullie maar wat aan het doen zijn, maar dat is het absoluut niet. Hè. Gerichte spelregel. Ja, ja. Georganiseerde chaos ook een beetje. Kobe, het stuk is uit 2012. Jullie hebben het wel al gespeeld, ook internationaal heb ik gezien, op YouTube. Ja, misschien zelfs meer. Internationaal dan nationaal. De première was in Darmstadt in 2012 in Duitsland. Dat is een, ja, wel even te groot festival voor hedendaagse muziek. Mm-hmm. En sindsdien, daar is een veelgevraagde gast binnen en buitenland. Ja, wel, ik moet zeggen, toen ik het zelf zag, de video, was ik zeer benieuwd hoe dat dan, om het hier te beleven, tot zijn werk komt. En ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe de mensen thuis dat hebben ervaren. Is er iemand die even wil vertellen van hoe dat binnenkwam? Daar? Aha, daar zwaait iemand. Ja, ik kom even kijken wie je bent. Stijn, helemaal het woord aan jou. Ik stel mijn vraag in het Nederlands, dat is geen probleem. Prima. Toen ik er naar keek, leek het soms door de choreografie van de muzikanten alsof mijn internet stokte en haperde eventjes. Dat is een mooie toevalligheid waarschijnlijk, maar ik vroeg mij af, hebben jullie daaraan gedacht bij het uitwerken daarvan, dat er eigenlijk ook nog een beetje een extra sensorieel supplement bij zit als je het zo op die manier bekijkt? Wie gaat die vraag beantwoorden? Dat is echt een vraag voor Thomas. Thomas? Dat is het soort vragen. Oké, ik ben dus gevrijwilligd om deze te beantwoorden. Eerlijk gezegd, nee, we hebben daar niet over nagedacht, over die issue. Maar ik kan u wel verzekeren dat de componist zou heel blij zijn om te horen dat daar even verwarring was. Want daar zei ik ook, de bedoeling daarvan is dat niet alleen dat de dirigent wel tekens geeft die voor niemand iets betekent, maar ook dat de muzikanten dat doen. Ik denk dat Pieter daar wilt aanvullen. Nee, Stijn, ik wil nog eventjes aanvullen. Het stuk of zo zelf, de manier dat het op internet gebracht is, daar hebben we niet echt iets aan aangepast, maar wel natuurlijk in het hele format. Dus we zijn bijvoorbeeld ook gestart met die korte film van Bugs Bunny, terwijl dat iedereen rustig kon binnenkomen. Waarvan we hopen of zo dat de link tussen Bugs Bunny en dit stuk ook ergens op een of andere manier duidelijk was. En dan natuurlijk wilden we natuurlijk gebruik maken van het feit dat we dit via Zoom konden uitzenden, waardoor dat we ook jullie toch ook ergens kunnen zien. Maar een van die fijne dingen bij Zoom is dat je nadien toch in een soort van gesprek kan geraken, wat dat eigenlijk vaak veel minder in de foyer gebeurt na een concert. Dus het concert of zo, of de gehele vorm, hebben we wel eigenlijk aangepast aan het digitale gegeven. Ja. Stijn, is jouw vraag daarmee beantwoord? Ja, die is zeker beantwoord. Dank super, u wel daarvoor. Met plezier. Er is ook iemand die in de chat nog vroeg van, er zitten eigenlijk veel impressieve pauzes in het lied. Op welke manier past dit in het thema? Is er iemand die daar... Ik zie jou knikken, Yves. Ik vond het een goede vraag. Ah ja, voilà. Heb je ook een goed antwoord? Ja, ik denk om spanning op te bouwen of zo. Ik ga terug deze vraag aan Thomas doorgeven. Want, Thomas. Thomas die is ook ondertussen, als dirigent, is hij ook een doctoraat aan het maken over een hedendaagse invulling van de dirigent in hedendaagse muziek.
Het is ook vaak in de stukken die we de laatste jaren spelen, dat er eigenlijk nog heel, heel weinig traditioneel gedirigeerd wordt. Maar als we stukken doen met dirigent, vinden wij wel interessant dat we stukken kiezen waarbij dat de rol ook van een dirigent uitgebreider is dan gewoon maar een maat slaan of de boel proberen bij elkaar te houden. Dus voilà, dat was een korte inleiding op het doctoraat, Thomas. Dankjewel, Pieter. En dan gaat Thomas nu een fragment voorlezen uit zijn doctoraat. Dus als ik het vraag goed begrijp, het gaat over eigenlijk de dramatische basis die daarin staan. En of dit uit, ja, hoe dit uit zich verhoudt tot de rest van het stuk. Muzikologisch gezien is het stuk wel in free form geschreven. Dus, dus die basis hebben daar niet zo een structurele plek daarin, maar in het dramatisch geheel, zeker met de verhouding tussen ensemble en dirigent en de instrumentalisering van de dirigent in dit stuk, zijn de basis wel een tool om terug even alles te centraliseren. Dus ik als dirigent, ik probeer heel veel uit handen te geven tijdens de voorstelling, terwijl ik bezig ben met het virtueel ensemble. Dan kom ik terug bij de live muzikanten en is een beetje van, hou maar, stop! Terug bij de les en nu gaan we voort. En ik denk dat dat eigenlijk Alexander's bedoeling daarmee was. En dus we proberen ook dan die stiltes heel strak te maken daarmee. Zo echt collectief dan ook te stoppen. Nou, en het lijkt erop, en dat is ook Alexander's bedoeling, dat echt helemaal bij mij ligt. Maar eigenlijk is dat een ensemble ding. Dat het zeker een dirigent voor zo'n ensemble is niet zo als een dirigent voor een orkest met zo die allemachtige leiding. Het is, de leiding wordt echt gedeeld door het stuk, door alle muzikanten. Ja, iemand noemt het in de chat een soort tableau vivant. Dat is misschien wel een mooie omschrijving voor wat er hier daarnet gebeurd is. Er zijn hier ook twee stagiairs aanwezig die een vraag hebben voor jullie als muzikanten. Dus Ahmad, misschien mag jij starten met je vraag. En dan zullen we bekijken wie daar het antwoord op heeft. Misschien je eerste vraag. Dankjewel, Ella. Omdat we over toekomst en perspectief praten, wil ik de kans nemen om te vragen vanuit een studentstandpunt. Hoe kan ik in de toekomst werk van maken van muziek? Of heb ik daarvoor veel geluk voor nodig, Pieter? Wow. Ik kan deze vraag dus niet doorspelen, omdat je mij dus bij naam noemt. Wat ik wel weet is dat ik denk dat het geen geluk is. Geen geluk. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat studenten die nu bezig zijn, dat die al van in hun studententijd met hun toekomst moeten bezig zijn. Ja. En wat ik vaak soms tegen studenten zeg, is als je iets wilt doen, neem je telefoon op en bel. En dat is vaak de eerste stap en dat is vaak ook de moeilijkste stap. Is gewoon, als je met iets zit of je hebt een idee, is gewoon durven die telefoon opnemen en effectief bellen. En dat is iets waar ik na al die jaren zelf ook nog stress voor heb, om dat te doen. En dat is zo, die kleine stap overwinnen, om toch te proberen iets gerealiseerd te krijgen, dat is vaak de moeilijkste stap. Maar dat zijn wel vaak de stappen die toch voor een verschil kunnen zorgen. Dus als ik iets zou moeten zeggen, zou ik gewoon zeggen, veel moed om die stap te durven zetten. Een mooie levenstip, Pieter, vind ik. Is er iemand die daar nog iets aan wil toevoegen over het professionele leven als muzikant? Ja, als ik daar één ding op mag toevoegen, ook is geen schrik hebben om te falen. En dat is een beetje aansluitend bij Pieter. Je gaat sowieso op bepaalde momenten in situaties komen waarin dat je niet realiseert wat je zelf voor ogen hebt. Dat gebeurt eigenlijk zelden, dus je moet ook gewoon durven iets te doen en daar ook laten mislukken, opnieuw oppakken en verder gaan. De kunst van het falen. Ja. Ja, en als ik ga daar ook nog eens op aansluiten. We zijn een mooie, we gaan een beetje pingpongen kopen. Is durven nee zeggen. Dus wat er heel vaak gebeurt, is als je dan je begint met iets te doen, je bepaalt iets bepaalt dat je wilt ontwikkelen. En dan komt op een gegeven moment die vraag van iemand om dan ineens iets te doen waar je eigenlijk zelf twijfels bij hebt, of dat niet aansluit bij het parcours dat je wilt volgen. En dat kan dan toevallig een heel genereus bod zijn, waardoor er ineens heel wat leuk geld mee gemoeid is. En op dat moment moet je durven nee zeggen
en kijken naar wat dat eigenlijk je toekomstplan is. Ik praat nu over een toekomstplan, ik heb dat zelf nooit gehad. Dat is heel, heel vreemd. Maar je moet eigenlijk altijd durven in de, op lange termijn denken. En weten dat als je nu iets gaat doen, dat misschien op korte termijn dat misschien iets financieel goed opbrengt, dat je dan eigenlijk misschien op langere termijn kan verliezen. Dank u wel. Ahmad, dank u wel voor je vraag. Ik geloof dat jouw collega-stagiaire Kirstin ook nog een vraag heeft. Het is haar laatste stagedag vandaag, dus het is het moment om nog iets bij te leren. Hallo, dank u. Ik heb al heel mooie dingen, interessante dingen gehoord. Mijn vraag voor jullie is, heb je ooit al eens een keuze gemaakt waar je achteraf spijt van hebt gehad? Ik ben er vrij zeker van wel, want we zijn allemaal mensen. Maar is er een speciaal soort gevoel dat je hebt voor het maken van een foute keuze of voor het maken van een juiste keuze? En heb je een tip misschien voor ons om er zeker van te zijn dat we de juiste keuze maken bij het beslissen van de toekomst? Wie gaat hier helpen keuzes maken? Knopen doorhakken. Elisa, ben jij daar goed in? Helemaal niet. Ja. Ik ben aan het leren om, om inderdaad om te gaan met mijn falen. Ja. Dus ik zit nog in die stap. Wil ik maar zeggen, nee, dat is echt heel moeilijk. En wat dat mij helpt, is geleerd dan uit je fouten. Hè. Ja. Dus, maar bon, ik ben dus geen goede leerschool. Ja, misschien kan ik iets aanvullen. Een soort intuïtie volgen. Een soort houding van, wat zeg ik, j'agis d'abord, je réfléchis. Dus van, ik handel eerst en nadien denk ik erover na. Dat soms ook echt soms dingen kan opleveren. Ja, het is met vallen en opstaan, hè, het hele proces van... Het hele leven zo'n beetje. Ja, dat is zo, dat is zo. Dank je wel, Kirstin, voor je vraag. Dank u voor het antwoord. Dank u. Is er uit het publiek nog iemand met een vraag? Dan is het nu het moment, want we gaan stilaan afsluiten. Even kijken. Oh ja, daar is nog iemand die Wienel, denk ik, die een vraag heeft. Zet je microfoon maar aan en ga ervoor. Dankjewel. Ik heb begrepen, het stuk is in première gegaan in 2012. Intussen heeft, denk ik, de elektronica en electronics niet stilgestaan. Er zijn meer mogelijkheden gekomen, de snelheid is toegenomen. Ik vraag me even af, wat u vandaag heeft gespeeld, wijkt dat af van 2012? En is dit eigenlijk een stuk wat mede door de mogelijkheden die voortdurend vermeerderen, dat het stuk ook voortdurend verandert? Of blijft het hierbij? Mooie vraag. Thomas. Ja. Toevallig zijn jullie het gelukkige publiek. Jullie hebben vandaag het allereerste versie van gezien van met nieuw hardware. Dus we hebben net de sprong gemaakt en nieuw. Wij hebben altijd gewerkt met Wiimote voor dit stuk, dus over Bluetooth-technologie. En vandaag hebben wij gewerkt met Wi-Fi-sensors of Wi-Fi-sensors. Wat ons eigenlijk heel veel, of in ieder geval mij, heel veel vrijheid heeft opgeleverd in het uitvoeren van een stuk. Bijvoorbeeld de gyroscope in de Wi-Fi-sensors werkt veel beter, waarmee dat ik heel veel meer controle heb als ik mijn hand naar beneden gaat of mijn hand naar boven brengt. Heb ik veel meer controle over het geluidseffect. Dus zo wordt dan technologie betreft, zijn we wel vandaag een stap vooruit gesprongen. Maar in het verhouding tot het maatschappij, die bal ga ik wel passen tot iemand anders die ik denk misschien dat beter kan beantwoorden. En ik kijk nu rond naar iemand in het ensemble die dat graag wilt oppikken. Ja, maar ik denk dat misschien het op dit moment evolueert het medium van die sensoren misschien, maar eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een uitgeschreven partituur. Mm-hmm. In die partituur wordt er gebruik van gemaakt van technologie, zoals een instrument. Maar het wordt gewoon geüpdate, maar zonder dat het eigenlijk echt per se op dit moment andere klankresultaten heeft. Het stuk is niet anders dan in 2012. Wat je wel merkt, is dat wel voor veel mensen de technologie toegankelijker geworden is. En dat merk je wel. Ik weet dat we zo in 2012 een paar stukken hebben uitgevoerd die wel heel veel technologie vroegen.
En op dat moment was dat nog moeilijk om te realiseren. Dat was met live video enzovoort en met live licht. Maar ondertussen voel je wel dat er een generatie nu aankomt die ook gewoon met dat live licht en die live video en die camera's ook gewoon heel gemakkelijk, ja, op een heel gebruiksvriendelijke manier overweg kan. Ja. Waardoor het gewoon allemaal vlotter toegankelijk is. En ook, soms ook vaak gewoon ook meer betrouwbaar. Ja, en een totaalpakket eigenlijk dat steeds toegankelijker wordt. Ja, absoluut. Ja. Oké. Dan denk ik dat, tenzij er nog vragen zijn, dat wij hier gaan afsluiten. Ella, misschien moeten we eens vragen wat ze ook eens willen doorscrollen. Want we zien, ja, niet alle mensen die... Wij zien niet alle mensen nu. Dus ik weet niet of we een grotere view nog kunnen krijgen. En anders, ja, ze, okay, zichzelf unmuten. Als ze een, ja, als er nog een vraag is, dan is het nu het moment om jezelf te unmuten. Of om een reactie te geven. Nee. Waar wij dat aan het doen zijn, ik moest iets aan denken terwijl je dat zei over het stuk dat je evolueert. Dat het stuk ook voor ons heeft geëvolueerd. In de zin dat elke keer dat wij het uitvoeren, is er altijd een gat van een aantal maanden daartussen. Dus ik pik die op voor 2 of 3 weken of een maand voordat wij het weer gaan uitvoeren. En het is echt zoals het een herontmoeting van een hele grote vriend eigenlijk. En elke keer ontdek ik iets nieuws in de score. Dus er zit ontzettend veel erin dat ik hoop ook in de komende jaren dat wij nog meer gaan ontdekken. Dat je nog vaak gaat spelen om, ja, ook, veel, ja, te ontdekken. Ja, ook. Ja. Maar het is wel echt elke keer als ik denk van, ah ja, maar dat zit er ook in. Ja, super veelzijdig. Ja. Ja, het was heel leuk ook om het te zien. Goed, tenzij een van de muzikanten nog iets wil aanvullen. Nee, ik wil eigenlijk ongelooflijk Musica bedanken. Dat, ja, ze toch hebben volgehouden om dat te konden spelen. Ik denk dat onze partners thuis ook heel blij zijn dat we nog ons energie een keer hebben kunnen loslaten op een podium. Ik denk dat we allemaal vanavond rustiger en morgen samen met onze kinderen thuis gaan zitten. Ja, oké. Okay. Dat klinkt als een mooie dichtbij toekomst morgen. Ik wil ook graag afsluiten met een dankwoord vooral naar u, beste kijker. Dank u wel om erbij te zijn. Bedankt aan Alden Biesen om dit concert mee mogelijk te maken en alle ondersteuning te bieden. En natuurlijk dank aan het volledige NADAR-ensemble hier vanuit Dommelhof in Pelt. Het was heel fijn dat u erbij was. Misschien kunt u als kijker nog een enthousiast afsluitend zwaaitje doen, want dat zien wij hier gewoon. Dank u wel en tot de volgende keer. Dank jullie wel.